Hallo, lieve fitsporters. We gaan verder met een Pilatesles. We gaan eerst beginnen met alles lekker los te maken. Zorg dat je mooi rechtop zit. Dus goed op je zitbotten komen zitten. Als je moeite hebt met rechtop zitten, plaats dan een kussentje onder je billen. Dan zit je wat hoger, dan zit je wat rechter. Dus belangrijk is dat de rug mooi recht is. De schouders laag, de kin een beetje in. Dan gaan we heel rustig beginnen met losmaken van de nek. Laat dus heel rustig je oor naar je schouders zakken. En draai dan via de voorkant rustig door naar de andere kant. Even vasthouden en weer voorlangs. Dus een halve cirkel voorlangs. Oor naar je schouder en voorlangs door naar de andere kant. Een rustige ademhaling. Adem is rustig in en adem is rustig uit. En dan eindig je in het midden en dan laat je je kin wegzakken naar je borst. Dan voel je de rek aan de achterkant van je nek en in je bovenrug. Misschien zelfs tot tussen de schouderbladen. En heel rustig het hoofd optillen. En dan mag je je rechterarm even optillen en even goed doorstrekken. Dus jezelf verlengen. Alsof je iets boven je wil pakken waar je net niet bij kunt. Dus hier rek je de gewrichtsbanden die langs de wervelklom lopen. Je lengte opzoeken. Je zet je hand aan de buitenkant van je hoofd. Je laat je oor weer naar je schouders zakken. Dus even goed de zijkant van die nek stretchen. De stretch voelen, weerstand voelen, maar geen pijn. Terug naar het midden. Hand naar de achterkant van je hoofd, kin naar je borst. En dan weer terug, hoofd goed op je romp plaatsen en dan je linkerarm optillen en doorstrekken. Dan ga je weer reiken. Dus iets hoger als het lukt, net iets hoger. En dan ga je het ook gelijk voelen. Hè? Ietsjes hoger nog. En zet de hand weer aan de zijkant van je hoofd, laat je oor naar je schouders zakken. En langzaam terug naar het midden. Zet de beide handen op de schouders en beweeg de schouders even van voor naar achter. En dan komt die schouders gaan naar voor. En beweeg ze eens goed naar achter. Oké, adem in. Adem uit. Even de schouders, je nekgebied en die bovenrug wat los te maken. We doen er vier. En rustig naar achter. Nog drie. En rustig naar achter. Voor de laatste twee keer. En naar achter. Die laatste keer. Nou, rustig naar achter. Laat de schouders zakken. Zet de handen achter je neer. Laat de vingers naar achter wijzen. En rustig je borst liften. Goed je borstgebied openen. De schouderbladen wat bij elkaar trekken. Goed ademen. En kom rustig terug. En dan ga je indraaien. Zet de linkerhand op de rechterknie. Je rechterhand achter je. Verleng je wervelklom. Dus vanuit lengte draai door en maak je een mooie twist in de wervelklom. Dus om eventuele opgebouwde spanning uit die wervelklom te wringen. En draai maar eens rustig door naar de andere kant. Langzaam weer terug. Je beweegt de beide armen naar achter. Je pakt de handen vast. Je lift je borst. En je komt rustig mee naar voren. En dan weer langzaam terug. En zet je de handen voor je neer. Je komt zo meteen rustig steunen op handen en knieën. Zorg dat de knieën goed onder de heupen staan, handen onder de schouders. We gaan naar de holling en de bolling van de wervelklom. We beginnen met een holle rug. Je laat je buik wat zakken, je borstbeen opgetild en de schouderbladen wat dichter bij elkaar. Adem in en op een uitademing ga je door naar een bolle rug. Dus til je middenrug op, trek je navel in.
En dan gaat hij eerst die holling opzoeken. En door naar een bolling. Ook hier in deze houding proberen we wat stijfheid, wat spanning uit die wervel komt te pakken. Je rug wat te versoepelen. Nog twee keer. Dus eerst die holling of die bolle rug. En door naar die holle rug. En die laatste keer komt hij weer. Dus die kap de rug goed rondmaken en terug naar de neutrale stand van de wervelklom. Neutraal, dus die lichte natuurlijke holling in de onderrug. En dan mag je even je rechterarm en je linkerbeen doorstrekken. Goed verlengen. Heupen in één lijn naast elkaar. De onderste buikspieren aanspannen. Dus de buik sterk. Goed ademen. Voor de rugstrekkers goed doorstrekken. Even rustig terug. Dan mag je je rechterarm optillen om goed je borstbeen of je borstgebied te openen. En onderdoor draaien. Weer die spine twist. En terug. Oké, linkerarm, rechterbeen. Strek hem maar eens door. Goed verlengen. Let op dat je niet scheef gaat hangen. Maak je buik sterk. Blijf bij de ademhaling. Knie op de mat, linkerarm optillen. Een keer diep inademen, uitademen. Draai in. En zet terug. Nou, verplaats je je gewicht. Je neemt je gewicht mee naar voren. Houd de armen lang. Laat een diepe stretch voelen in de polsen. In de handen. Misschien ook in de vingers. En van daaruit gaan we naar Child's Pose. Billen naar achter voor het trekken van de rug. Laat de handen maar staan. En terug. Nog een keer. Dus armen lang. Neem je gewicht mee naar voren. Zorg wel dat die onderste buikspieren, die diepe buikspieren, die bekkenbodem aangespannen zijn. Dus buik sterk houden en rustig naar achter. Terug naar het midden en nog een keer. Neem maar eens mee naar voren. En rustig naar achter. De laatste keer. Adem in. En adem uit naar achter. En rustig terug. Naar het midden. Oké, goed. Je mag op je buik komen liggen. Gaan we naar wat rugversterkende oefeningen. Je beweegt zo meteen de linkerhand op je onderrug of op je billen. En je strikt de rechterarm naar voren. De kin in, goed je navel in en druk je schaambod in de mat. Ja? Als het niet prettig voelt, je linkerarm op de onderrug, kun je hem ook gewoon naast je op de mat laten liggen. Je gaat zo meteen je rechterarm het linkerbeen optillen. Even vasthouden. En langzaam weer terug. Dan gaat hij rustig op. En ook weer rustig terug. Adem in, adem uit, op. En rustig terug. Op. En langzaam terug. We doen er nog vier. Op. Hou die lengte in je arm en in je been. Schaambod goed op de mat, heupbotten op de mat. Dus de hoogte is niet belangrijk. Hè? Eerst verlengen, dan liften. En rustig terug. Laatste keer. Op. En rustig terug. Je wisselt. Linkerarm. Kin in. Span je centrum goed aan. Linkerarm, rechterbeen. Op. En terug. Op. En terug. Adem in, adem uit, op. En terug. Nog een keer. Rustig terug voor de laatste vier. Drie. Laatste twee. Laatste keer. En rustig terug. Nu beweeg je de beide armen naar achter. Handen losjes op de onderrug of op de billen. Buig de benen en kruis de enkels. Nu voel je dat je schaambod een beetje loskomt van de mat. Dus goed die buik aanspannen.
Ga je zo meteen een stukje de bovenbenen, net een klein stukje boven de knieën en je bovenlichaam wat lostillen en terug. Je kunt de handen mee optillen, je kunt de handen ook op de onderrug laten liggen. Langzaam terug, daar gaat hij. Op. En terug, let op je ademhaling. Goed doorademen, op. En rustig terug, voor de laatste vier. En langzaam terug, nog drie. Rustig terug, laatste twee. En de laatste keer. En ontspan los. Plaats dan de handen voor je op de mat. En probeer je bovenlichaam maar eens wat los te tillen, borst te liften. En kom weer terug in Child's Pose. En voel die rug maar eens goed na. En dan mag je komen zitten. Dan gaan we naar de buikspieroefeningen. Strek de benen naar voren, tenen naar je toe. En kom weer zo recht mogelijk zitten. Dus weer terug op je zitbot of op een kussentje. Zet de handen achter het hoofd, ellebogen naar buiten. De rug is helemaal recht en alle spieren onder je navel zijn aangespannen. Hou die ellebogen breed, kom eens een stukje mee naar achter. Hou je borst gelift. Adem eens in, uitademend. Ellebogen wat dichter bij elkaar. Weer rustig naar voren. Gaat hier rustig naar achter. Hou je borst gelift. Spanning zit hier, hè? Onder je navel. Onder je middenrif naar voren. En doen we nog een keer. Rustig mee naar achter komen. Lengte vasthouden in die wervelklom. Hou je borst gelift. Dus ga hier vanuit de heupen. Kom naar voren. En nog een keer naar achter. En rustig naar voren. En meer naar achter. Hoe verder je naar achter gaat, hoe zwaarder. Hè? Dus kijk wat voor jou haalbaar is. Maar zorg wel dat die benen zwaar op de mat blijven liggen. Nog twee keer. Rustig naar achter. En rustig naar voren. Laatste keer. Rustig naar achter en rustig naar voor. En kom maar terug. Oké, goed. Plaats nu de hakken van de voeten in de mat, tenen naar je toe. Knieën wijzen omhoog en kom weer helemaal rechtop zitten. Beide armen naar voor, schouders laag, span weer aan. Heel rustig een stukje naar achter. Hier mag je even vasthouden. Dus goed je borst, je onderrug liften. Maak sterk die buik. Armen naar de zijkant. En openen. En rol af. Adem in. En uitademen. Openen. Zorg dat de knieën niet naar buiten vallen. Goed de hakken in de mat, tenen naar je toe. Dus ook die benen actief. En openen. Nog een keer rol af. Adem in. En uit. Goed openen. Voor de laatste vier. Rol af. En openen. Nog drie keer rol af. En openen. Laatste twee. Ja. En openen. En de laatste keer rol af. En openen. Dan ga je afrollen, hou je achter vast. Zet de handen losjes in elkaar. Verste punt opzoeken. Met je buik en je bekkenbodem kunt blijven aanspannen. Draai eens heel rustig door naar rechts. Laat je elleboog zakken en terug. Draai eens door naar links. En terug. Voor die schuine, voor die dwarse buikspieren. Draai in en kom terug. Draai in. En kom maar eens terug voor de laatste vier. En rustig terug. Nog drie. En terug. Laatste twee. En de laatste keer. En
rustig terug. Omarm je onderbenen. Even loslaten, spanning in de onderbuik. Laat maar het even los. En dan mag je op de rug komen liggen. Zet je de beide voeten op de mat, knieën wijzen omhoog. Zorg dat de enkels onder de knieën komen te staan. Kleine opening tussen de voeten en de knieën. Ga je de heupen optillen. Kom in shoulder bridge. Dus je loopt met de schouderbladen wat dichter naar elkaar toe. Zorg dat de achterkant van je hoofd goed op de mat rust. Trek je schaambeen op, trek je navel in. Pak de handen vast. Onder de billen. En laat je op een inademing de billen een klein stukje zakken. En op een uitademing lift je de billen. Dus laat die billen maar zakken. En weer rustig op. Ga maar eens rustig door. Klein stukje laten zakken. En weer rustig optillen. Daar heel bewust aanspannen. Dus echt goed je schaambeen op, je navel in. Dit is een krachtoefening voor de hamstrings, voor de billen. Voor je rug. En een stabilisatieoefening voor de romp. Voor de laatste vier. Goed blijven doorademen. Drie. Laatste twee. En de laatste keer. Hou boven maar eens vast. Acht tellen. Zeven. Zes. Vijf, nog vier, drie, twee en heel rustig afrollen. Echt wervel voor wervel rol je terug, billen als laatste. En weeg dan de beide knieën naar je borst. Pak eens even op de knieën vast. En draai dan eens kleine rondjes met de knieën. Dus je masseert je ruggebied. Goed over je bekkenrand. De andere kant op. Draai maar eens lekker los. En laat nu eens heel rustig de beide knieën wegzakken naar rechts. En over het midden door naar de andere kant. En terug naar het midden. Dan mag je de benen doorstrekken. En even de handen op de buik plaatsen. En even goed naar je buik ademen. Dit is de eindontspanning. En blijf lekker thuis. Nog 10 minuutjes in deze houding. Begin met die buikademhaling. Laat dan die buikademhaling los en ga over op het volgen van je natuurlijke in- en uitademing. Succes allemaal en dank je wel.